Dank u wel, u bent te vriendelijk. Want waarom staan we hier? Het beleid van Opstelten, hij bedenkt een plan, bedenkt een wietpas en hij creëert zijn eigen probleem. Legt het alleen bij u neer, want u denkt, weet je wat, we gaan de wietpas invoeren. En we gaan onderscheid maken tussen de ene softdrugsgebruiker en de andere. En meneer Opstelten creëert een probleem en gaat voor zijn eigen probleem oplossen. Want wat betekent dat de wietpas? Je gaat mensen uitsluiten en je moet gaan handhaven. En wie heeft er last van? De mensen in de wijken, de mensen in de buurten. Want wat doe je? Je geeft vrij baan aan de illegale straathandel. En het beleid in Nederland is er altijd op gericht om het te reguleren. Oftewel, we weten, we kennen het probleem, er zijn softdrugsgebruikers. Dat is op zich ook helemaal geen probleem. Want iedereen, althans een groot gedeelte van u, heeft gisteren op het terrasje gezeten, heeft een biertje gepakt. En terecht wat mevrouw Bouwmeester zegt, het is waar, alcohol is het grootste probleem in dit land. Volksvijand nummer 1 als het gaat om volksgezondheid is alcohol. De meeste problemen die zich voordoen op het moment dat er hulpverleners aan het werk zijn, is alcohol. En dan praten we hier over een wietpas, over een softdrugsbeleid, over een gedoogbeleid. Het gaat eigenlijk nergens om. Want er is geen enkel land in Europa dat het minst aantal softdrugsgebruikers kent, het minst aantal harddrugsgebruikers. En dat is het resultaat van een goed softdrugsbeleid. Oftewel een goed coffeeshopbeleid. Los van dat het gewoon reguliere handel is. En als je dan in Europees verband kijkt, zijn we het enige land die het goed voor elkaar hebben, niet helemaal, maar die gewoon met beleid met deze materie omgaan. Want de coffeeshops zijn er niet alleen uiteraard voor de distributie van softdrugs. Nee, wat dacht u van de preventieve functie van coffeeshops? Ik ken geen enkele organisatie die zoveel energie en werk verricht en de preventieve maatregelen voor de softdrugsgebruiker. En ik kan erover meepraten, want ik ken Mark al een paar jaren. En we hebben er heel lang over gesproken en we hebben heel veel ondernomen om vooral mensen voor te lichten. En ik kan u één ding zeggen, als het daar aan de SP ligt, en ik hoor een heleboel politieke collega's eigenlijk SP-standpunten vertalen, want het is niet meer en niet minder. De SP is altijd voorstander geweest van legalisatie, de voordeur en de achterdeur. Haal het uit de criminaliteit, regel het met z'n allen gewoon goed en zorg ook dat de mensen aan het werk blijven. Want vergeet niet dat de hele sector ook voor werkgelegenheid zorgt. En waar zijn die andere partijen die het hebben over werkgelegenheid? Ja, alles en iedereen. Maar ja, die coffeeshops, ja, dat zijn geen reguliere banen, of wel? Weet je hoeveel mensen werkloos zijn geworden door de wietpas? Nou, en ik vind dat we dat moeten veranderen. En daarom zeggen we, legaliseren, reguleren en gewoon accepteren zoals het is. En niet verstoppertjes spelen, meneer Opstelten. U creëert uw eigen probleem, stop er gewoon mee. We gaan het legaliseren en we gaan het samen met de coffeeshophouders en hun medewerkers goed met elkaar regelen. Dankjewel. Meneer Prevot.